Ja, ik ben Chris de Voogd van de Straten, radioamateur. En mijn callsign is Delta Julia 2 November Lima. Delta Julia 2 November Lima. Ja, goedemorgen iedereen. Signalen zijn allemaal uitstekend. Iedereen is minimaal S9 en de meeste allemaal 9 plus 10 of zelfs enkele uitschieters nog boven de 20. PI4 OTC onder leiding van PA0 PBT. Dit was Delta Julia 2 November Lima. Vroeger had ik een Nederlands callsign, PA2 NL. En dat is, omdat ik nu in Duitsland woon, is dat Delta Julia 2 November Lima geworden. Waar de antennes allemaal check binnenkomen, is een antennekiezer. Daar kunnen 6 antennes kunnen daarin. En die kan ik bedienen met dit kastje. Kan ik tussen verschillende antennes kiezen. De bovenste rijknoppen en de onderste rijknoppen. De verschillende transceivers. Er is een zogenaamde diversity mode. Omdat er 2 totaal gescheiden ontvangers zijn, kan ik ook 2 antennes tegelijkertijd kiezen. De halfautomatische symmetrische antennetuner van LL. Dan, als je dus een willekeurige frequentie daar op die band kiest, dan kiest hij de bijbehorende stand van de spoelen en van de condensator. Dit zijn de bijbehorende waarden van de condensatoren en de spoelen. Dan een 70 centimeter en 2 meter Kenwood die ik ook voor APRS gebruik. Rechts zien we de eindversterker. Dat is een van de Belgische luchtmacht, geloof ik. Een solid state waar ongeveer 800 watt tot 1 kilowatt uitkomt. Ik heb dus de panadapter openstaan en een aantal digitale programma's. De Flex 6600. Die gebruik ik met de 2 schermen of helemaal onafhankelijk van een pc rechtstreeks met Maestro. De Flex die kan dus autonoom werken, die kan ik heel snel omschakelen. Ik kan kiezen het Flex signaal naar het Hecarine signaal. Hier nog een kastje, dat is van de BAI, een noise cancelling kastje. Achter de Maestro staat nog een tweede PA, dat is een eigen bouw. Een MOSFET in, dubbele, die parallel geschakeld zijn. Hij is volledig automatisch wat bandomschakeling betreft. Hij sens de frequentie en daar schakelt hij op om. Dat is een beetje de layout van mijn check.